Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van deze cursus. En in deze video gaan we uitleggen hoe jij beleggingsplannen kunt gaan financieren. Nou, allereerst, er zijn tig manieren dat wij normaliter onze cursisten ook leren om te investeren in vastgoed. Heel veel verschillende creative financing methodes, maar één van de methodes die ik ga uitleggen is eigenlijk het verkrijgen van beleggingshypotheken. Nou, de vraag die ik aan jou wil stellen is: hoeveel hypotheken denk jij dat je kunt krijgen? En schrijf dat antwoord gewoon voor jezelf op een stuk papier of ergens. En doe dat dan ook in 5, 4, 3, 2, 1, 0, inderdaad. En dat is onbeperkt. Je kunt onbeperkt beleggingshypotheken krijgen. Dus niet 1, 2 of 3 of 4 of ja, maar dit en dat. Nee, in principe kun je gewoon onbeperkt hypotheken krijgen. Ja? En hoe zit dat? Nou, als jij begint met het investeren in vastgoed, en dat deed ik ook, ging dus langs grootbanken. Dan moet je denken aan ABN AMRO, ING, Rabobank, we kennen ze allemaal. En wat je daarin dus ziet, is dat zij vaak kijken op basis van jouw inkomen of je wel of geen vastgoed kunt kopen. Nou, hoe je dan kijkt is van, nou, geachte heer meneer Wu, wat is uw inkomen momenteel? Wat zijn je momenteel je huidige lasten? Heeft u al een hypotheek? En ja, u wilt dus een nieuwe beleggingspand kopen of waarschijnlijk uw eerste kopen. Maar kunt u dan wel alle lasten dragen? En zo ja, hoeveel? Dus ze kijken naar allerlei verschillende factoren en natuurlijk hebben ze nog eens te maken met AFM-regels. Plus, ze hebben een maximaal aantal van 4 beleggingshypotheken. En sommige banken ook wel 2 trouwens, dus afhankelijk bij welke partij het langs gaat. En het is natuurlijk AFM gereguleerd. In andere woorden, er zijn ook hele strikte regelgeving waar zij ook aan moeten voldoen ter bescherming van jou als consument. Ja? Dus dit is een beetje het wild van inkomen. Hoeveel inkomen verdient u? Kunt u het lasten dragen als u een nieuwe beleggingshypotheek wilt? Er wordt gewoon heel zorgvuldig dus bekeken. En dan laat ik je dus een andere wereld zien. Dus in principe leven wij in 2 werelden, kun je zeggen. Aan de ene kant leef je in de wereld van inkomen, waarin je dus een eigen woning koopt. Dat is op basis van inkomen. En dan hebben we nog een wereld van beleggingspanden financieren. En dan kijken we naar object en vermogenspositie. Wat betekent dit? Dat betekent dat de bank een aantal checks zullen doen die iets anders zijn dan uw inkomen. En één van de manieren naar kijken is dus eigenlijk 1. Wat is het object dat u gaat aankopen? Ja, dus het object zelf. Hoeveel huur kan het ontvangen? En wat is natuurlijk de hypotheek die u dan daarop maximaal kunt krijgen? En vaak is dat dus 80% dan van de marktwaarde. En die hypotheek moet natuurlijk lager zijn dan de huur die gevraagd wordt. En daarna zal de vraag zijn: wat is het vermogen dat u gaat inbrengen? En hoeveel vermogen gaat u dan hier inbrengen? Dus voor elke pand, hè, eerder gaf een rekenvoorbeeld van 200.000 euro en plus overdrachtsbelasting, laat mij zien dat u 60.000 euro bijvoorbeeld kunt inleggen. En dan nog een aantal andere vragen. Kunt u aangeven dat u inderdaad in 3 jaar tijd ook 3 panden gaat kopen? En zo ja, hoe? En zo zijn er andere nog checks. Maar de vraag is niet zozeer primair hoeveel inkomen verdien je, maar eerder van object en vermogenspositie. Wat is het dat je gaat kopen? De hypotheek, hoeveel vermogen? En natuurlijk wordt er een beetje gekeken naar inkomen, werkgeversverklaring en dat soort dingen. Maar primair is van hoe ga jij binnen 3 jaar tijd 3 panden aankopen? En kun je aantonen hoe je dat doet? Waar haal jij het vermogen vandaan? En daarin kun je eens ook kijken naar van, kan ik misschien vermogen van ouders krijgen of een rijke oom die misschien een paar ton overwaarde heeft. Maar de wereld werkt dus heel anders. Toen ik begon was het inderdaad dit. Meneer Wu, ja, u kunt maximaal misschien 1 hypotheek krijgen. En dat is het. Maar hoe doen andere mensen dat? Waarom kan iedereen wel een hypotheek krijgen en ik? Hoe doen die jongens dat die zoveel hypotheken maar blijven krijgen? Waar hebben ze het over? Nou, dat is omdat wij in een andere wereld leven. En deze wereld bestaat zeg maar naast elkaar. Maar wij leven in een wereld van object- en vermogenspositie, waarbij de banken op een hele andere manier naar kijken. Dan praten ze over nou, het object, wat is de staat van de woning, wat is de verhuurde staat, wat is de leegstandwaarde. Kunnen wij inderdaad na meer dan 3 panden toegroeien in 3 jaar tijd? Weet je wat? Ze willen wel vast weten van waar hou ik natuurlijk mijn geld vandaan? Waar leef ik nu ook van, zeker? Maar de nadruk ligt dus hier veel minder op inkomen en hier meer. Dus als jij dan realiseert dat de hele wereld momenteel 40% ook meer dan ever geld heeft geproduceerd in 1 jaar tijd,
En al het geld is eigenlijk dus gewoon de markt opgegaan en je kunt ook toegang krijgen tot geld, is deze wereld natuurlijk veel leuker. Waarom? Dan is het gewoon een kwestie van eigen vermogen gebruiken van jezelf om mee te starten, maar op een gegeven moment misschien ook van andere mensen. En dan beginnen er ook hele andere constructies te ontstaan, waarbij jij veel meer op zoek moet gaan naar vermogen dan zozeer naar hoog inkomen. Want ik heb dit inkomen niet. Ik kan je vertellen dat mijn inkomen ook niet de beste is. Ik kan je vertellen dat vaak de meeste mentees die ik train veel hoger inkomen dan ik hadde. Maar ik focus me dus eigenlijk op deze wereld, waarin ik gewoon moet laten zien dat ik aan het vermogen kan komen of dat ik het vermogen heb. En zo doe ik dan zaken in deze wereld. Ja? Dus als jij wilt doorgroeien naar onbeperkte hypotheken, moet je dus ook een beetje mindshift doen van, oh, mijn inkomen is misschien niet zo hoog, maar hoe kom ik eigenlijk aan het geld om het volgende pand te kopen? Dus de benadering is dan ook compleet anders. En dit is dan ook de wereld waarin ik liever opereer, omdat ik dan continu moet uitvogelen van, oké, hoe kan ik het volgende pand kopen? In plaats van, oké, hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn salaris met 10-20% stijgt, zodat ik het volgende pand kan kopen? Ja? Deze manier is veel efficiënter en sneller als je dan ook wilt doorgroeien naar onbeperkte hypotheken. Nou, loop je toch ergens in vast of denk je van, hoe werkt dit? Of is dit echt mogelijk? Hoe zit het met mijn eigen situatie? Nou, stuur ons even een berichtje dan via Instagram. Via de realestatemasters_NL kanaal. En volg ons daar ook. En dan zul je ook je vragen helpen beantwoorden. Ik hoop dus dat je een beetje indruk hebt gegeven van de twee werelden dat je dan ook hier ziet. Dit is de wereld waarin vastgoed investeert dan ook begeven. Dit is de wereld waar veel startende mensen ook zich in begeven. En wij hebben gewoon natuurlijk een relatie in beide netwerken. En dat ze zo leuk zijn op Real Estate Masters. Nou, we hebben eigenlijk heel veel relaties om in beide werelden ook te kunnen opereren. Zodat we, nou ja, weet je, iedereen hier dan ook aan op gang kunnen helpen. Dus heb je wat vragen of zit je toch ergens vast? Stuur dan ook even een bericht direct op Instagram kanaal. En dan zien we je daar. Ja, alvast bedankt en ik groet je bij de volgende video.